Mijn lieve Beatrix, ik hoop vurig dat jij het anders gaat doen. Natuurlijk, oma. Bent u bereid uw moeder op te volgen? Ik vind het juist goed dat ze idealen heeft. En dat ze erop vertrouwt dat ze die kan bereiken. Jij bent gewoon jaloers. Jij bent bang dat je zelf niet kunt trouwen met wie je wilt, omdat je koste wat kost op de troon wilt. Majesteit. Ik denk dat ik goed nieuws heb. Zit er een wisseling van de wacht aan te komen? Maar je hoeft het niet allemaal zo netjes achter te laten. Ik denk niet dat het helpt als u de conflicten in uw familie aan mij of de regering wijdt. Het lijkt me beter zo op te lossen. Wat denk je ervan als ik met de koningin de dag aankondig dat ik in 2010 de troon aan jou overdraag?